Andy versus Laura. Hey Andy, het is Laura Omloop hier. Ik heb in 2009 meegedaan aan Junior Eurosong en sindsdien ken je mij misschien wel als het jodelmeisje. En daarom sta ik hier vandaag speciaal om jou op te wachten voor een echte jodel-challenge. Laura heeft mij uitgedaagd om te jodelen. Nu, dat is eigenlijk een beetje dom dat ik op die uitdaging inga, want dat heb ik sowieso al gewonnen. Nu, ik heb mij afgesproken in een park. Waarom? Omdat dat heel belangrijk is. Als je gaat jodelen, moet je dat in de natuur doen, in een omgeving dat tot zijn recht komt volledig. Dus ik ga nu naar Arneke luisteren om haar toch een kans te geven. Een beetje onnoze, maar ze staat hier op mij te wachten. Onze Lauraatje. Dag, hey, Laura. Alles goed? Ja, met u? Goed. Volle we gaan jodelen vandaag. Ja, nee. Ja, we gaan jodelen, maar het is eigenlijk jodelen. Hè. Jodelen. Ja, je zegt dat eigenlijk. Iedereen zegt dat fout. Hoe komt dat? Dat is van vroeger nog. Hè. Dat is een klein beetje geschiedenisles, als ik dat even mag vertellen. Dat stamt af van in 1832. Mm-hmm. Van meneer Delen. Jo, hè. Meneer Jo Delen. En die was een timmerman. En die was aan het timmeren wat dat doen, timmermannen. Mm-hmm. En die had een zware blok hout op zijn voeten laten vallen. En die had daarbij lawaai gemaakt. Zo, en de buren hadden dat gehoord en hebben dat opgepikt. Mm-hmm. Ja. Ja, maar ja. En dan sindsdien hebben ze gezegd, oh, elke keer als ze pijn hebben, doen ze die kreet. En dan zeggen ze, oh, je bent weer aan het jodelen zeker. En daarvan komt dat eigenlijk. Dat wist ik niet. Dan heb ik dat al die jaren verkeerd gezegd. Ja, maar dat is niet erg, maar daarmee weten we dat nu. Hè. Alright, dan ga ik die fout niet meer maken. Ik hoop het. Ik ben blij dat ik iets geleerd heb. Maar... Dus we gaan eraan beginnen zeker. Ja, maar ik vind wel, Andy, om te jodelen heb je wel een andere outfit nodig. Ja, een roze t-shirtje. Nee, dacht, dat is... een echte jodeloutfit. Ah ja, maar pas op, daar heb ik aan gedacht. Zullen we zo'n speciaal broekje gaan halen? Ja. Kijk goed, hè. Voilà. Changement de decor. Kei-chic. Ah, maar dat is de typische jodeleen outfit, hè. Maar het ziet er goed uit. Ah, dankjewel. Dus gaan we eraan beginnen, zeker? Nee. Oeh, ik ben in outfit, hè. Ja, maar heel belangrijk bij het jodelen is natuurlijk opwarming. Ah ja. Dus om te beginnen, voor de opwarming is de ademhaling heel belangrijk. Dus gaan we een keer om ter langste A zeggen. A? A. Okay. Oké. Okay. Om te zien hoe diep je adem... Oké. Om tot langs A. Zijn we er klaar voor? Yes. Kun je dat goed? Ik hoop dat. Oké. Oké, 1, 2, 3. Maar dat is vals spelen. Ja, mijn A was denk ik langer en dan mij nog ingaan, hè, want ik zei het tot morgen vroeg bij mijn A. Hè. Ja, de volgende oefening is, ja, wat heel belangrijk sowieso bij jodelen. Jodelen is jodelen, puur... Jodelen, wat bij jou? Ja, jodelen. Is het afwisselen van kopstem naar borststem. Kom, ik heb maar één stem, hè. Dat is A. Kun je dat wel? Kopstem, borststem? Maar nee, dat is mijn stem. Ik weet niet hoeveel stemmen dat gaat, maar ik heb maar één stem. Hè. Wel, kopstem en borststem, dan gaat je eigenlijk afwisselen tussen een hele hoge toon en een hele diepe toon. Dus ei. Ja, maar wat was dat, zeg? Gaat dat lukken? Ja, dus kopstem, borststem. Hey, dat is kop, en het hoort? En kop, borst. Komt vanuit de borst. Yes. Bertellen die zakken, beslechte betrennen. Ja. Okay. Dus voilà, volledig klaar voor, hè? Nog een beetje oefenen. Oh, oefen, maar komt goed. Okay. Maar Andy, er is nog één ding. Als je jodelt, moet je toch wel bijpassend goed kunnen dansen. Een jodelendans? Ja. Ja. Gaat dat lukken? Wel, als ik bijvoorbeeld jodel, kun je zo bijvoorbeeld zoiets doen of zo. Ah ja, oké. Okay. Ja, maar dat kan dan komen. Pas de kracht op, zal de kracht zitten. En... Dat is de jodelendans, hè? Andy? Ja? Ja. Voilà. Het ziet er heel goed uit, maar ik denk dat wij gaan overgaan naar de challenge. Oké, Andy. We maken er een echte jodelbattle van. Ah, een battle, ja. Ja. Oké, okay, ja. Zal ik beginnen? Ja, begin jij maar. Ik ga rustig beginnen. Hè. Kom, bring it on. Oké. Okay. Ralei, hallo. Beter al, hè? Dat is al beter. Oké. Okay. Ik het terug? Ja. Oké. Ralei, hallo. Nou, maar ik zit natuurlijk met een klein keel ontstekens. Ik denk dat je wel klaar bent voor iets moeilijker, hè? Ja, deze was al twee keer eigenlijk 2-0 voor mij. Okay. Ja, kom, doe maar. Jij zit er klaar? Ja. Oké. Okay.
Ja, het was nog niet gedaan, want van dat breekt mij nu maar. Ik zou zeggen, nog een beetje oefeningen. En misschien in een grot of zo, zodat je niet te veel mensen stoort. Maar dat is... Of zo in de bergen, daar is ook niet veel van. En dat klinkt ja. beter. Maar je zegt dat nu, maar dat is nu het probleem in het park. Wie spreekt er nu af in het park? Ik heb bergen nodig, want dan werk ik met een echo. Hè. Ik werk ook... Ik antwoord op mezelf. Hè. En dan komt dat... Ja, dan klinkt dat ook wel langer. Ah ja, tuurlijk. Maar nu, ja. In het park. Slecht idee om hier af te spreken, maar bon. Ja, want dat was mijn idee. Alleszins, je bent misschien iets beter in jodelen in het park dan mij. Dus dank u voor de uitdaging, Laura. Mm-hmm. Het is wel tof. Ja, en ik kan me terug omkleden nu.